Come on, Evelyn. Ja, de rest zien begint er ook al heel dicht in adem. Dit als kleine voorsprong nog voor het vijfstalige kopgroep. En dan dit op twee ronden van het einde.
Germaine Post die ondertussen dit groepje op sleeptouw ging nemen. We gaan die uitkijken en dan zie je het oog uit. 11 seconden voor het peloton. 11 seconden. En zie je het Femke Verstekelen die nu het labeur werken vooraan in het peloton aan het doen is. En dit wil zeggen nog twee ronden toelaps te gaan, nog twee ronden wedstrijd. Ja, we gaan uitkijken. Laatste ronde van de wedstrijd. Ja, wordt onmiddellijk geleid door de jongen die nu de forcing gaat voeren, die dit op sleeptouw gaat nemen. En laatste ronde van de wedstrijd. Laatste ronde. Dus laatste ronde voor het peloton. Laatste ronde. One lap to go. Laatste ronde. Laatste ronde voor het peloton. One lap to go. Laatste ronde. Laatste ronde. Ik heb een stukje van de stukje van de Ondertussen brengt het peloton niet aankomt, maar het peloton speurt gebeurt nu. Opgelet, ruimte laten, alsjeblieft. Op een derde plaats, dames en heren. We gaan ze straks nog op het podium zien. U daar een applaus voor Nina Kessler. Voilà, zij mag op het derde schavotje gaan staan. En ze zijn er met z'n tweeën van door gegaan, toch gestrand op een derde plaats, dames en heren. Een duivel applaus voor Elise Delzer. En dan de winnares van de wedstrijd, dames en heren. Ze komt uit Nederland. Ook een duivel applaus voor Talita de Wong. En dan is het nu tijd om de bekers en de geschenken te overhandigen. Onze eerste schepen, dames en heren, van Erpenmeren, dat is William de Wink. Onze burgervader, onze burgemeester, dat zijn. En ook de drie zonen erbij. Onze burgemeester, uw goede balen aan de winnares van de wedstrijd, dames en heren, Talita de Jong. Nogmaals, ze hadden op elkaar voor een mooi podium van de 21ste editie van de Ronhexapel. De winnaar is Talita de Jong, tweede plaats Elise Dessen en op elkaar gestart Nina Kessler. Blauwe trui, met uw applaus voor Sabrina Stultjens. Hij heeft ook de eer en het genoegen om de felicitaties te overhandigen aan deze dame. Met uw applaus van de blauwe trui. En de bloemen mag hij ook nog meegeven. De drie kussen zoals het hoort. En de felicitaties. Prominente figuren. En uiteraard Dirk Kolens van Autoglas. Met er naar het volledige team, dames en heren. U dan met ons voor Paul Godel Valkenburg. Hebben we Germaine Post, hebben we Chanel Strauchje, hebben we Ilona Hoeksma, hebben we Nathalie van Hoog. We hebben Rianne Marcus en Marijn de Vries. Dat is de volledige ploeg, dames en heren. De beste ploeg in het eindklassement. We hebben ook alle notabelen, de schepen en de hier en de burgervader van Erpenmeren. En dan kunnen we ook de beste ploeg. En daarom zou ik graag nu op het podium willen roepen met uw applaus voor Nina Kessler. Voor het overhandigen van uiteraard het aandenken Nina van. Helemaal bovenaan proficiat voor €200 en de bloemen, de kussen erbij. En uw applaus, dames en heren, voor Nina Kessler.
niks mag ontbreken op deze Lotto Cycling Cup. De waardebon met dank aan de mensen van de bank van ING. De drie kussen, de mooie ruiker en uw applaus voor Kaat van Meulen. En dan ook onze burgemeester, de heer Hugo de Walen, nogmaals helemaal bovenaan op dat podium. Jawel, voor de in ontvangst nemen van de 400 euro, dames en heren. Met dank aan de mensen van ING en de bloemen door een van onze prominente figuren. En uw applaus alsjeblieft voor Kaat van de Meulen. Kaat van de Meulen. Dames, sportief applaus. De winnares van de Lotto Cycling Club, Sophie de Vuist. We gaan rechts beginnen en zo gaan we de belangrijke prijs ter waarde van 850 euro, dames en heren. Met dank aan ING Bank. De ploegen van onze heer Frank Arijs komen er nog aan de drie kussen. Ja, dames en heren, geef ze nog eens een overweldigend sportief applaus. Zonder de Lotto Cycling Cup zouden veel Belgische rensters niet de kans krijgen om internationaal te koersen. Dus een dikke proficiat voor alle organisatoren van de Lotto Cycling Cup. Nina Kester, Kaat van de Meulen, Sophie de Vuist en uiteraard op de witte trui mochten we u die al niet meegegeven hebben. En al onze prominente figuren erbij, onze burgervader, de heer Paul de Belder van Lotto. En uiteraard al onze schepenen met de mensen van het organiserend comité van de Lotto Cycling Cup. Sluiten we af met een nogmaals laatste oorvertogen sportief applaus.